Ja, het is echt heel groot nieuws in Spanje. We hadden het er net even kort over. Mats Wiever staat op de voorpagina. Gaan we daarna om lachen? Weet je? Nee. Maar het is gewoon ongelooflijk natuurlijk dat hij bij de Catalaanse krant Sport volop in beeld is. En bij Barcelona dus. Ja. Om de wordt in ieder geval genoemd als een van de potentiële opvolgers van Busquets. Grote schoenen om te vullen. Wat was jullie eerste gedachte toen jullie dat hoorden? Mijn eerste gedachte? Nee, ik dacht, ja, er staat wel meer in de krant, maar ja, ik geloof dat niet helemaal. Nee. Ik vind wel heel goede speler, maar... Zijn wel vaak goed ingelicht als de Barcelona Ja. Ja, het is wel een goede speler. Hij ontwikkelt zich goed. Dus. Als je dan wel kijkt, want dit is de absolute top. Wiever, daar hebben jullie denk je bedenkingen als ik het zo hoor. Voor de absolute top. Voor Feyenoord perfect. Ja, ik wou het zeggen. Voor Feyenoord, is er een speler in die selectie waarvan jullie wel denken, ja, absolute toppotentie? Geertruida inderdaad. Daar vind ik wel echt heel veel in zitten. Ja? Die heeft bijna alles, denk ik. Hartman. Die zou ik denk ik op één zetten. Als linksback, als je kijkt hoe die zich nu ontwikkelt. En pas als derde zou ik Gimenez zeggen. Omdat ik daar niet, als je dat absolute top, als je daarmee vergelijkt, dan heb je het over Mbappé en Haaland. Dat gaat hij volgens mij nooit halen.